De veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft besloten de voertuigen en taken van de brandweer in haar regio te herverdelen. Tot ongenoegen van veel brandweerkorpsen. De korpsen zijn bang vrijwilligers in te moeten leveren. Nou ja, dat denksplan ziet er in de kern eigenlijk heel erg goed uit. Wij missen alleen wel van de groei van de regio, hoe dat is meegenomen in het denkingsplan. Er wordt wel gesteld dat het is meegenomen, maar hoe dat precies is meegenomen, dat zien we niet heel duidelijk terug. En we hopen dat er vooral veel aandacht is voor de vrijwilligers, voor wie dit een consequenties gaat hebben, dit nieuwe denkingsplan. Er gaan onder andere twee voertuigen verdwijnen, waardoor ook het korps zou moeten krimpen. Vrijwilligers hebben in een brief aan de gemeenteraad kenbaar gemaakt dat ze zich ook zorgen maken over de vakbekwaamheid van collega's. Want hoe kunnen zij zich vakbekwaam houden met minder voertuigen? Nou, zij geven sowieso aan dat in een implementatieplan duidelijk moet worden gemaakt van hoe ze ook met die krimp omgaan. Ze hebben ook aangegeven dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen, om maar even zo te noemen. Niemand hoeft gedwongen weg. En ook over de vakbekwaam houden zal vast een goed plan komen. En het is belangrijk dat ze daar echt goed zorg voor dragen. Volgens raadslid Tim Klinkhamer heeft Veiligheidsregio Gelderland-Zuid bij een informatieavond aangegeven dat er voor het einde van dit kalenderjaar duidelijk wordt gemaakt in het dekkingsplan hoe zij met deze krimp omgaan. Klinkhamer, die partij kernachtig Wiegen vertegenwoordigt, benadrukt in het voorstel gevraagd te hebben aan de Veiligheidsregio of zij meer tijd willen nemen voor de vrijwilligers van zo'n post. Dit heeft kernachtig Wiegen meegegeven ter overweging. Nee, deze zienswijzebrief die wordt nu verzonden naar de veiligheidsregio. En ik ga ervan uit dat zij er zorgvuldig mee om zullen gaan. Als gemeenteraad mogen wij een zienswijze indienen op het dekkingsplan. En dat hebben we eigenlijk gedaan. Er lag een goede zienswijzebrief vanuit de gemeente Wiegen. En wij hebben in een amendement gevraagd om nog een aantal specifieke zaken in die brief op te nemen. En die gaan over de groei van de regio, om dat goed duidelijk op te nemen in het dekkingsplan. En om oog te hebben voor de vrijwilligers tijdens de implementatie van het plan. Door goed op te nemen van wat zijn nou die goede plannen die er nu liggen en hoe is daar rekening mee gehouden? En nou wordt er alleen gesteld dat er rekening is gehouden, maar we zien graag terug in dat denkingsplan hoe er rekening mee is gehouden en welke afwegingen er zijn gemaakt. Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is benaderd door de redactie voor een reactie over de inhoud van het denkingsplan. Zij waren echter niet bereid ons te woord te staan. Nou, de veiligheidsregio is voor ons gewoon echt een hele betrouwbare partner. We zijn er zelf natuurlijk onderdeel van. Vrijwilligers, er wordt in deze veiligheidsregio met 800 vrijwilligers gewerkt. Die hebben het over het algemeen allemaal heel goed naar hun zin. En dat willen we graag zo houden. En volgens mij is dat voor iedereen hetzelfde doel, ook voor de veiligheidsregio zelf.